Goedemiddag. Allemaal steden. De stad weifelt over de huizen. De morgen vaart over de daken de stad binnen. De zon staat op tussen de huizen onder carillonmuziek. De mensen wandelen in het donker als het 11 uur is. De zon spoelt aan op de daken. Aan het strand van de verte ligt de stille zee der lucht, waarin het schip van een kerktoren flikkert. In de buik van de stad drinken wij koffie en de stad zeilt verder. Hans Lodijzen. Zonder eigenzinnigheid verliest de stad zijn aantrekkelijkheid. Als ik de wereld nog een keer mocht toespreken over de stad, en dat is ons als sprekers vandaag gevraagd, dan is dat mijn belangrijkste boodschap. Met dank aan enkele bewoners in Amsterdam die dit in dikke zwarte letters op een groot spandoek in de Sint-Antonie-Breestraat hebben geschreven, waar ik zaterdag langs fietste. Eigenzinnigheid, verscheidenheid, diversiteit, vrijheid om anders te denken, ruimte om te bewegen, te onderzoeken, anderen te ontmoeten en te ontdekken. Dat maakt de stad een plek waar velen willen leven en werken. Die aspecten van de stad vormen belangrijke onderdelen in de publieke ruimte. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. Ik vind dat de publieke ruimte steeds meer wordt ingenomen door commerciële partijen. Dat was oorspronkelijk niet de bedoeling van de publieke ruimte. Ooit, toen de mensen in lang vervlogen tijden hun zwervend bestaan inruilden voor meer permanente verblijfplaatsen, ontstonden er dorpen en steden. Iedereen bouwde zijn eigen huis, maar er bleek ook behoefte aan een plek om elkaar buiten het huis te ontmoeten. De plek lag centraal en al snel kwam men tot de conclusie dat het misschien wel handig was om deze gemeenschappelijke plek zo vorm te geven dat regen en zon er geen invloed op hadden. De markt ontstond. Iedereen hielp mee om hem te maken, omdat ook iedereen er gebruik van maakte. Hij was van iedereen. Al snel werd hij niet alleen gebruikt om samen te komen en te praten, maar ook om dingen te ruilen, te kopen, te verkopen. Hier begon ons publieke domein, gemaakt voor en door de gemeenschap. Uiteindelijk resulteerde dit inzicht dat alles wat voor het algemeen nut bestemd was in de overheid. Die overheid gaf vorm aan het algemeen belang. Sinds de jaren 80 is door de opkomst van het neoliberalisme de idee in zwang geraakt dat de rol van de overheid beter door de markt gespeeld kon worden. Dat zou efficiënter zijn, omdat de markt door middel van concurrentie en competitie voor de burger het beste en goedkoopste resultaat zou opleveren. Met het argument dat de overheid verspillend was en traag en monopolistisch. Maar hoe zit het nou met het publieke domein? De ontmoetingsplaats van de gemeenschap in de hedendaagse stad met al haar nieuwe vraagstukken als gevolg van de groeiende bevolking. De plek die ontstond uit de noodzaak om te ontmoeten, gedachten en goederen uit te ruilen en die van iedereen zou zijn. Mijn stelling, bij een toename van commerciële partijen neemt het aantal publieke ruimtes af. Postkantoren zijn verdwenen. Treinstations worden alleen toegankelijk voor de reiziger. Binnensteden verliezen authenticiteit door de commerciële eenvormigheid. De hedendaagse markt is losgezongen van het algemeen belang of, zoals dat ooit zo mooi heette, de gemeenschapszin. Je kan moeilijk volhouden dat de markt het publieke domein een warm hart toedraagt. In de stadsontwikkeling zien wij de laatste jaren een terugkerend fenomeen. Gebieden en terreinen die buiten de stadskern liggen, verlaten fabrieksterreinen, lege kantoren, en onaantrekkelijk worden gevonden door de gemeente en ontwikkelaars, worden meestal als eerste ontdekt door avonturiers, kunstenaars, studenten en jonge start-ups. Ze kraken of huren tegen lage prijzen, leggen een basisinfrastructuur aan, organiseren feesten, er komen kleine festivals. Kunstenaars hebben er atelier of repetitieruimtes. Er komt leven in de brouwerij. Langzaam wordt het terrein ontdekt, eerst door studenten, later volgen de jonge hipsters en in no time is het the place to be. Hey, de gemeente wordt wakker en slaat de handen ineen met ontwikkelaars. De grondprijs stijgt en de oorspronkelijke ontwikkelaars worden vriendelijk verzocht hun biezen te pakken of geconfronteerd met absurd hoge huren. En de gemeente en projectontwikkelaars kunnen hun gang gaan. Een voorbeeld uit jullie eigen stad Utrecht is Kitopia, het muzieklaboratorium van Colin Benders, alias Kiteman. In de voormalige Tivoli aan de Utrechtse Oude Gracht is Kitopia gevestigd. Een laboratorium voor muziekpioniers.
in diverse studio's, van de garderobe via de voormalige kassa tot de oud-kleedkamers, wordt nieuwe muziek ontwikkeld. In ongeveer alle genres. 80 mensen werken er en inspireren elkaar. Maar nu moeten ze weg. Ze krijgen een nieuw gebied aangewezen, hier in deze buurt. Maar de gemeente kan niets beloven of garanderen. En zo komt die hele dynamiek van vestiging, opwaardering en verhuizing weer op gang. Het oude Tivoli was natuurlijk niet het enige leegstaande pand in Nederland. Een ander voorbeeld hiervan bevindt zich in Ede. Een statig militair terrein met erop een 19e-eeuwse Friso-kazerne. Een gebouw betaald met publieke middelen en dus deel uitmakend van het publieke domein. Een aantal culturele ondernemers vatten het plan op om deze kazerne, waarvoor de gemeente Ede geen directe bestemming had, met behoud van de historische waarde om te vormen tot een trainings- en ontmoetingscentrum voor muziek, dans, theater. Met repetitieruimtes, een kleine concertzaal, eet- en slaapgelegenheid. Het plan kreeg een groen licht en in 2014 opende koning Willem-Alexander Acousticum. Zelfs internationale koren en orkesten die Nederland aandoen, weten deze plek te vinden. Het is een succes. Hey, dat ziet ook de gemeente Ede. Ze proberen het onderhands te verkopen zonder de huurders daarvan op de hoogte te brengen. Ze willen ontwikkelaars interesseren om de rest van het pand commercieel te verhuren of te verkopen. En dat terwijl er toch een culturele bestemming op zit. Schimmige praktijken. Keer op keer blijken gemeentes vooral uit te zijn op het verkopen van de panden die eigenlijk bij het publieke domein horen. In plaats van ze te ontwikkelen op een manier waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn. Voor en door de gemeenschap. Stichting Raaf onderzocht de leegstand van publieke gebouwen en kwam tot de ontdekking dat er wel 10.000 panden met een oorspronkelijk publieke functie leegstaan. De overheid zal zich moeten realiseren dat al die ex-publieke ruimtes die nu leegstaan, maar één keer verkocht kunnen worden en daarna nooit meer. Je bent ze kwijt en ze komen niet meer terug. Terwijl je ze in verschillende tijden op verschillende manieren kunt hergebruiken, steeds weer. Ze zijn gemaakt met geld van de gemeenschap voor de gemeenschap. Zoals ooit de markt ontstond. Wat helaas zo vaak ontbreekt in het creëren van het publieke domein is de verbeelding. Hoe ziet de ruimte eruit tussen de te ontwikkelen gebouwen? Kunstenaars kunnen hier een rol in spelen. De overheid en de ontwikkelaars denken aan de vierkante meters die ze gaan vullen. En hoe meer, hoe lucratiever. Maar missen de noodzaak en het voorstellingsvermogen om de leegte, als die er al is, eromheen vorm te geven. En gemeentes, zorg ervoor dat je die kunstenaars koestert en financieel ondersteunt voor een cruciale bijdrage aan de stedelijke ontwikkeling. Ontwikkel een beleidskader waarbij er allerlei stimuleringsmaatregelen komen voor de ontwikkeling van broedplaatsen. En zorg dat er een deel van de waardestijging van het gebied ten goede komt aan de inzet van de pioniers die het aandurven om die schijnbaar onbegaanbare locaties nieuw leven in te blazen. Mijn volgende punt is culturele spreiding. Er is een voortgaand debat over de culturele spreiding in Nederland. Voor een groot aantal politieke partijen is de spreiding van aanbod een belangrijk punt in hun partijprogramma. Terecht wordt opgemerkt dat een uitgebreid en divers cultuuraanbod niet alleen voorbehouden moet zijn aan de Randstad, maar dat juist de provincie niet vergeten mag worden. Hoe vorm kan worden gegeven aan een dergelijke spreiding, schrijven ze er niet bij. Als lezer van deze programma's kun je je soms maar moeilijk aan de indruk onttrekken dat het hier gaat om kiezersbeloften voor het electoraat dat in de provincie woont. Door de belofte van culturele spreiding klinkt dan vooral een andere boodschap door. Laat het duidelijk zijn, de provincie mag niet vergeten worden. Maar voordat men dan wel voor, dan wel tegen de spreiding van het cultuuraanbod gaat argumenteren, is het verstandig om een andere, meer analytische vraag te stellen. Hoe komt het eigenlijk dat het merendeel van het cultuuraanbod zich in de Randstad bevindt? Een eenvoudige, maar daardoor niet minder belangrijke verklaring kan gevonden worden in de arbeidsmarktpositie van de kunstenaars. Die is, zoals de Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur nu onomstotelijk heeft vastgesteld, deplorabel. Het merendeel van de kunstenaars, zo'n 85%, is ZZP'er. Wat betekent dat deze kunstenaars meerdere werkgevers hebben. Vaste contracten zijn schaars, alles
moet flexibel zijn. En laat nu juist de overheid zelf daarvoor gezorgd hebben. Met een onzeker bestaan, afhankelijk van de enkele opdrachten die je weet binnen te hengelen, ga je dicht bij de stek zitten, waar de kans op een goede vangst het grootst is. Als je visser bent, ga je in Scheveningen wonen of aan het IJsselmeer, maar niet op de Veluwe. En waarom zouden kunstenaars anders denken? Het heeft geen zin om als acteur in een hutje op de hei te gaan wonen als de meeste podia zo'n 100 kilometer verderop liggen. Ja, en dat is de afstand van de stad Schouwburg in Amsterdam naar het Kruller-Müller Museum op de Hoge Veluwe. Daar komt nog bij dat nog de gezelschapscultuur, nog het ensemble denken bij de korte termijnvisie van het marktdenken passen. Een deel van het arbeid in de cultuursector is seizoensarbeid. Neem mijn eigen discipline, het theater. Volgens de principes van de markt moet een gezelschap zich afvragen waarom je iemand voor 12 maanden zou betalen als je hem maar 9 maanden nodig hebt. Voorheen gebeurde dat wel. Het ensemble had namelijk een verantwoordelijkheid naar 2 kanten. Het publiek moest bediend worden en het ensemble moest zich ontwikkelen. Die 2 waren en zijn eigenlijk nog steeds inherent met elkaar verbonden. Hoe beter het ensemble zich ontwikkelt, hoe beter het publiek bediend kan worden. Natuurlijk, het kost geld, al die mensen met een vast contract, maar je krijgt er iets voor terug. Een ontwikkeling van een stijl, een verdieping, een visie, een diversiteit, een gedeelde verantwoordelijkheid en een gemeenschapszin binnen het ensemble. Hey, zijn dat nou niet precies die kwaliteiten waar de politiek zo naar op zoek is? Verdieping, gemeenschapszin en diversiteit. Het zijn stuk voor stuk kwaliteiten die alleen door duurzame investeringen gerealiseerd en ontwikkeld kunnen worden. Daarvoor moet je niet alleen een leuk festival financieren of investeren in korte en of andere korte termijn trajecten. Vertrouwen en tijd, niet financiële middelen, zijn dan van levensbelang. Geef instellingen de tijd en het vertrouwen en voldoende middelen om talent te binden, ze goed te betalen en een perspectief te bieden, zodat zij jou een perspectief kunnen bieden. Is dat dan hoe je een bloeiend cultureel leven krijgt in een middelgrote stad? Een stad die niet gezegend is met een biesgezelschap in eigen regio? Ik denk niet dat het loont om alleen voorstellingen die in de Randstad zijn gemaakt naar zo'n stad te halen. Het cultuuraanbod is niet hetzelfde als een supermarkt. Volgens mij moet de stad of streek in kwestie in eerste instantie kijken naar de eigen verhalen en geschiedenissen. Wat zijn de verhalen en onderwerpen die ertoe doen in deze streek? En wat voor aanbod heb je zelf? Een mooi koor misschien, een prachtig harmonieorkest, een balletschool met veel talent. En vervolgens ga je onderzoeken wat er gebeurt wanneer je een groep die zijn wortels heeft in de Randstad, een kleine jonge groep die afhankelijk is van het Fonds van Podiumkunsten, een onderdak biedt voor een aantal maanden. Met hen gaat de stad een verbond aan, een samenwerking. Zij verdiepen zich in de lokale geschiedenis en de onderwerpen die er in de streek leven. En vervolgens maken ze samen met die harmonie of met die balletschool of met dat koor een voorstelling. Een performance, whatever. Denk aan een soort artists in residence. Bied hun een goed contract voor 4 maanden met onderdak en een werkplek. En wie weet leidt dit tot een structurele samenwerking. Of sterker nog tot een kunstuiting waar de streek zich in herkent en zich bij betrokken voelt. Het is een investering die voor alle partijen interessant is. Voor de makers, voor de stad en voor het publiek. Deze investering is voor alle partijen interessant. Graag heb ik dat de politiek zich met de kunst bemoeit en vice versa. Dat ze met ons in discussie gaat, zich opwindt, zich uit. De enige voorwaarde daarvoor is een gemeende interesse en een blijk van vertrouwen in ons. Omgekeerd kan de politiek ervan op aan dat wij ons mengen in politieke zaken die ons aan het hart gaan. Ik noem er een paar. Het publieke domein, segregatie in de samenleving, de stand van zaken in het onderwijs, cultuureducatie en om dichter bij huis te blijven, de positie van de kunstenaar in Nederland. Dit kleine, rare land is niet alleen goed in waterwerken en in handel. Nee. In alle kunstdisciplines staan wij aan de top in de wereld. En dat zeggen wij zelf niet, dat zegt het buitenland. Laten wij beginnen met daar trots op te zijn en het de waarde te geven die het verdient. Kunst.
wat we willen. Momenten van helderheid. Of beter nog, van grote klaarheid. Schaars zijn die momenten. En ook nog goed verborgen. Zoeken heeft dus geen zin. Maar vinden wel. De kunst is zo te leven dat het je overkomt. Die klaarheid. Af en toe. Dank u wel. Dank u wel, Gijs. Zijn er mensen met vragen uit de zaal die zeggen, oh, ik had nu toch al even een vraag willen neerleggen? Ik zie. Ik heb nog wel een vraag. Gijs, tijd, vertrouwen en voldoende geld. Dat wil de kunstsector hebben en daar geven ze veel voor terug. Maar dat zegt bijna iedereen natuurlijk die een beetje in het nauw zit. Ik denk niet dat we in het nauw zitten. Omdat we ons bewezen hebben dat we heel goed dingen kunnen doen waar wij goed in zijn. Ondanks dat we er flink van langs hebben gekregen de afgelopen jaren, krijgen we meer toeschouwers. Met minder doen we meer. Mm-hmm. Dus ik zeg niet, er moet meer kunst bij komen. Ik zeg alleen, wat wij doen mag beter betaald worden. Ik vind het belachelijk dat er orkesten zijn, het Gelders Orkest, Orkest van het Oosten, waarbij de eerste violist 40% van zijn salaris heeft moeten inleveren om überhaupt te kunnen blijven spelen. En zo zijn er heel veel schrijnende voorbeelden waar je mensen werk ziet doen voor te weinig geld. Dus laten we nou waar we goed in zijn, wat we hebben, koesteren en waarderen met het geld dat het waard is, zou ik zeggen. En je had het over, dat was onder andere de spreidingsgedachte en de artist in residence. Hè? Hmm. Wat houdt ons nou tegen om dit te gaan doen? Want ik vind het een uitvoerbaar, slim, in de lijn van een regeerakkoord passen. Wat houdt ons nog tegen? Ja, ik denk dat je bij de kunstenaars moet kijken naar mensen die daar geïnteresseerd in zijn en dat idee warm maken wat er nog niet is. En ik denk dat je bij de gemeentes en de provincies bevlogen wethouders van cultuur moet hebben die hun visie hebben en daar vorm aan willen geven. En dus weten wat er te halen is in het cultuurlandschap en daarvoor gaan. En dat die, als die twee partijen elkaar ontmoeten, je kan daar ook dagen voor organiseren. Je kan zeggen, je hebt 20 groepen die dat interessant vinden. We gaan 3 dagen bij elkaar zitten. We halen iedereen, alle wethouders van cultuur, halen we bij elkaar. Die zetten we in de zaal. We gaan praten, we gaan spelen, we gaan performances geven. En we laten elkaar ontmoeten en kijken wat er gebeurt. En wie weet ontstaan er dingen voor. Het is zo, kijk, er zijn zoveel voorstellingen die voor 1 dag naar Zwolle gaan, daar staan 30 man publiek halen en weer teruggaan. Dat moet ook kunnen natuurlijk af en toe, dat is belangrijk. Maar waarom niet een verbond aangaan met zo'n stad? Ja, correctie. Dames en heren, geef een hartelijk applaus. Gijs Scholten van Assel. Dankjewel, Gijs.